Bij wedstrijd zwemmen is de start bepalend voor de hele race. Het is dus heel belangrijk dat je het optimale hieruit haalt. Het begint allemaal bij de startpositie. Hierbij plaats je je ene voet voor de andere. Het achterste been zet je zo ver mogelijk naar achteren op het schuine deel. Je zorgt ervoor dat beide benen in een hoek van 90 graden staan. Als je met een hoek van meer dan 90 graden begint, heb je minder afstand om snelheid te maken. Als je minder dan 90 graden hebt, kost het veel meer energie omdat je nog over het kantelpunt heen moet. Met je handen pak je de rand van het startblok vast en span je je armen aan. Je armen zijn hierbij gebogen. Hierna is het belangrijk het startblok met de juiste hoek te verlaten. Hierbij duw je jezelf met je achterste voet. De ideale hoek om het startblok mee te verlaten is 23 graden. Zelfs een verschil van maar 1 graad kan al een snelheidsverschil van 2/10 van een seconde uitmaken. Als je bij het verlaten van een startblok een hoek van 23 graden hebt, zul je ook met de juiste hoek het water in glijden. Dit is op het moment nog een theorie. Ze hebben dit namelijk getest op professionals. Maar of het ook precies werkt bij amateurs is nog niet bekend. Bij de start kom je natuurlijk nooit meteen horizontaal in het water te liggen. Om er toch voor te zorgen dat de weerstand zo klein mogelijk is, zul je zo gestroomlijnd mogelijk het water in moeten duiken. Hierbij houd je je armen gestrekt langs je hoofd uit. Je handen hou je bij elkaar, niet naast elkaar. Houd je benen gestrekt bij elkaar achter je. Zorg dat je lichaam je armen volgt. En zet ook spanning op je armen, waardoor ze beter gestrekt zijn. Zo zal het water alleen op je hoofd- en schoudersweerstand uitoefenen en dus ook minder snelheid afnemen.